الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى نبينا وسيدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنته ومضى وسار على هديه إلى يوم الدين وبعد. Best brothers and sisters, we zijn nog steeds bezig en we zullen nog lang bezig blijven met het praten over de barmhartigheid van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. En wij willen deze boodschap verkondigen. Wij willen dat deze boodschap iedereen bereikt. Want er zijn ook mensen die rechtvaardig zijn. Die kunnen met een gezond verstand luisteren. Of het gaat om moslims, of het gaat om niet-moslims. We willen tegen iedereen zeggen, kom maar, verdiep je in het leven van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam. Lees hoe hij was, wat voor persoonlijkheid hij was, wat zijn boodschap is. Lees, verdiep je daarin. En dan zul je zien dat hij een barmhartigheid is naar de werelden. We hebben in een van de preken even stilgestaan bij zijn omgang met kinderen. En wij hebben even stilgestaan bij zijn omgang met vrouwen. En wij zullen inshallah stilstaan bij verschillende preken bij hoe ging hij om met hypocrieten? Hoe ging hij om met ongelovigen? Hoe ging hij om met buren? Hoe ging hij om met dieren? Wij zullen daar. En dan laten we het oordelen iedereen die goed luistert. Die kan luisteren en lezen en zelf denken. Dit kan nooit iemand zijn die mensen wil terroriseren. Wij zijn geen terroristen. Wij zijn moslims. Wij zijn een barmhartigheid voor de mensheid. Ons boodschap is een barmhartigheid voor de mensheid. De volgelingen van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die zijn sunnah volgen, die zijn gedrag volgen, zijn een barmhartigheid voor de mensheid. Vandaag zal ik stilstaan bij zijn barmhartigheid tegenover zijn volk. Tegenover de mensen die met hem leefden. Nadat hij profeet werd verklaard. Aisha radiallahu anha in de tijd van Medina vroeg aan de profeet sallallahu alaihi wasallam, en het verhaal is te vinden in het boek van Imam al-Bukhari. In het boek van Imam al-Bukhari, de verzameling van de ahadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die wordt gezien in de islamitische wereld als de meest authentieke boek na de Koran, heeft Aisha overgeleverd dat zij een dag tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam zei: heb jij een erge dag meegemaakt die erger was dan de dag van Uhud? En ik ga zo meteen iets vertellen over de dag van Uhud. Hij zei ja. Ik heb van jouw volk, hij zei het tegen Aisha, Quraysh, de mensen van Mekka, veel meegemaakt. Veel meegemaakt aan vernederingen, aan slechtheden, uitschelden, van alles. En ik wil niet nu gaan praten over individuen, hoe ze met de profeet zijn omgegaan en hoe hij is met hun omgegaan, maar als geheel. Hij zei, ik heb veel meegemaakt en op een dag is hij richting Taif gegaan. Taif is een stad in Saoedi-Arabië, ongeveer 100 kilometer ver van Mekka, lopend, samen met Zayd ibn Haritha. Hij ging praten met drie leiders van Taif. En hij ging de islam voorleggen. Wat deden zij? Ze gingen hem vernederen met woorden. En kleineren. En ze hebben het niet daarbij gelaten. Ze stuurden de kinderen en de dwazen om de profeet te bekogelen met stenen. Dat heeft ertoe geleid dat er zelfs bloed uit zijn voeten waren gekomen, sallallahu alaihi wasallam. Hij werd bekogeld. En zij het probeert het tegen te houden. En subhanallah, omdat hij zat in de natuurlijk alles wat er gebeurt in Mekka, hoe zij met hem zijn omgegaan, plus Taif, hij ging doorlopen. Hij werd pas een beetje wakker toen hij bij een plek was genaamd Qarn al-Salib. Op dat moment stuurde Allah de engel van de bergen naar hem toe. Hij zei tegen hem, als je wilt, zal ik de twee bergen waar Mekka tussen ligt,
gewoon tegen elkaar laten komen, dan zal eigenlijk iedereen die dan in Mekka leeft doodgaan. Je zou je afvragen, iemand in deze toestand. Kijk, soms gebeurt er iets met ons heel klein. En dan zie je dat je helemaal weg bent. Dat je continu daaraan denkt. Dat je van alles wil doen. De profeet in deze toestand is aan hem voorgelegd door de engel van de bergen. Dat hij twee bergen tegen elkaar laat komen, betekent dat iedereen ertussen is dood zal gaan. Hij zei, nee, ik wil dat niet. Ik hoop dat Allah uit hun mensen laat komen die getuigen dat Allah één is. En dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Wat wil hij? Wil hij wraak nemen voor zichzelf? Is dat zijn da'wa? Dat is niet zijn da'wa. En dat gaan we nog zien in zijn leven. Zijn da'wa is dat er veel mensen gered worden van het hele vuur. Dat mensen gelukkig leven in dit leven. En dat dat geluk van dit leven niet blijft bij het leven. Dat het verder gaat naar het hiernamaals. Dat is waarom ons profeet dag en nacht ging werken om de boodschap van de islam te verkondigen. Dat is in Taif. Dat is een moment waarin hij zwak was. In een positie was waar hij geen kracht had, geen manschap, geen alles. Dan gaan we een stapje verder naar Uhud. Uhud was een leger tegen leger. Leger van de Qurayshieten, de polytheïsten, was 3000 en de moslims was iets meer dan 1000 mensen. Subhanallah, een van de mushriks had een gat gemaakt. Wetend dat misschien daar de profeet kan komen en in zal vallen. En het is gebeurd met de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala. Hij is daarin gevallen en zijn rug gegaan en zijn hoofd. En hij had een helm op zijn hoofd. En een van de polytheïsten ging met zijn zwaard op hem slaan. En dat was ook de aanleiding dat mensen riepen dat Mohammed dood was, sallallahu alaihi wasallam. Wat was er gebeurd? Die helm kwam in delen van die ijzer in zijn gezicht. Waardoor delen van zijn voortanden kapot zijn gegaan. Zijn hoofd werd gewoon ging bloeden en in zijn wangen gewoon waren ijzerstukken erin gegaan. Dit is in Uhud. Abu Ubaida, Zubair, Hawari en Nabi sallallahu alaihi wasallam waren omheen. Die probeerden dat weg te halen. Zelfs de tanden van Abu Ubaida waren uitgevallen. In deze toestand, beste broeders, zag Abu Bakr de profeet zijn handen opheffen. Wat zou je dan op dat moment doen? Als je dit allemaal hebt meegemaakt. Wat zegt hij? Hij zei, o Allah, leed mijn volk. Voorwaar, zij zijn onwetenden. Kun je gewoon even nadenken over deze toestand. Wat voor hart had deze profeet, sallallahu alaihi wasallam, als hij op het moment dat hij geslagen werd en ging bloeden, zijn hoofd, zijn gezicht, zijn tanden, zijn rug. Op dat moment heeft hij zijn handen op en zegt, o Allah, leid mijn volk voorwaar. Ze zijn onwetenden. Is deze man met deze akhlaq, met deze houding, iemand die is gekomen om de mensen te terroriseren? Absoluut niet. Deze man was een barmhartigheid. En als hij geen barmhartigheid was, dan had hij op dat moment niet eens een dua voor hen gedaan. Dan had hij in ieder geval een dua tegen hen gedaan. Hij zei, Allahumma hadi qawmi. O Allah, leed mijn volk. Voorwaar, ze zijn onwetenden. Wat betekent onwetenden? Ze weten niet dat datgene waar ik mee naar hen ben gekomen goed voor hun is. Ze weten niet. Of ze staan niet stil, ze zijn niet bewust. En daarom moeten wij ook de mensen bewust maken. De mensen, da'wa moet gebeuren. Uitleggen, dat is waarom wij willen dat jullie moslims worden. Dat is waarom wij willen dat onze kinderen geleid worden. Dat is waarom wij willen dat de kinderen deze opvoeding krijgen. Maar dat is ook waarom wij van hem houden. De liefde die ons in ons hart voor hem zit, is niet oppervlakkig. Het zit erin, verankerd, binnen. Je kan het niet weghalen. Je doet wat je doet, maar je kan niet die liefde die moslims hebben voor de profeet Mohammed weghalen, sallallahu alaihi wasallam. Dat moet iedereen begrijpen. Iedereen, dat is, en dit onder mensen die niet veel weten over hem. Maar hoe meer je weet over hem, hoe meer liefde je krijgt in je hart voor hem, sallallahu alaihi wasallam.
En dan gaan we nog een stapje verder. Volk tegen zijn volk. In het jaar 8 na de immigratie is ons profeet Ramadan richting Mekka gegaan om Mekka te openen. En de verhoudingen zijn nu anders. Mohammed sallallahu alaihi wasallam was in een hele sterke positie. Met een grote groep. En de mensen van Mekka kunnen helemaal geen tegenstand bieden op dat moment. Dat is een moment voor mensen van dunya om wraak te nemen. Onze profeet heeft geen wraak genomen. Hij ging Mekka binnen. En wat heeft hij gegarandeerd? Veiligheid. Veiligheid, dat betekent, als je niks doet, als je niet zelf de stap maakt om te gaan vechten, om oorlog te voeren, ben je veilig. In je huis ben je veilig. Niemand gaat je in je huis doodmaken. In jou, in de moskee ben je veilig. In het huis van Abu Sufyan veilig. Veiligheid is gegarandeerd. In het boek van Imam Nasa'i, van Sunan Nasa'i al-Kubra, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam: wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Ze zeiden: een edele broeder. En de zoon van een mild broeder, in Ba'de riwayat, zoon van een edele broeder. En dat is niet om hem zoet te houden, want ze kenden hem. Een edele man, een zoon van een edele man, familie van edele mensen, bekend in Mekka. Ze weten dat hij iemand is die vergevensgezind is, die een barmhartigheid is voor de mensheid. En zo was hij ook. Hij zei: ik ga tegen jullie zeggen, zoals Jozef tegen zijn broertjes heeft gezegd, of broers: la tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum. Allah zal jullie vergeven. Mag Allah jullie vergeven. Kijk hoe hij sallallahu alaihi wasallam ging zich gedragen. Beste broeders en zusters, we praten over een glimp van zijn barmhartigheid. Verkondig dit. Laat mensen dit weten. Leer je kinderen dit. Leer je kinderen de sira van deze geliefde man. Onze geliefde profeet. Leer hem dat hij is gekomen om de mensen de islam te leren. Om ze te laten gelukkig leven in dit leven. Om ze te laten gelukkig leven in het hiernamaals. Dat is de boodschap van de islam. Daarom groeit de islam ook. Zoveel landen. Zoveel islamitische landen. Je vindt niet dat een moslim op straat greep naar een ongelovige en hij maakt hem dood op straat. Dus als een afzonderlijk gedrag komt van een zieke of een, dan kan je dat niet toeschrijven aan een geloof. Aan een profeet die barmhartigheid voor die als barmhartigheid naar de mensheid is gestuurd. Leer jouw kinderen, leer jouw mensen om je heen. Dat is de barmhartigheid waar de profeet sallallahu alaihi wasallam is gekomen.